vandaag super spannende dag. Ja, het is best heel kinderachtig van mezelf, vind ik. Maar ik ga vandaag mijn allereerste georganiseerde wandeltocht lopen. Hier loopt ook een wandelaar. Ik had net zo goed hier ook in de omgeving kunnen blijven. En ik ga er een klein uurtje voor rijden. Ik ga naar Appelscha. En Appelscha, dat is een verschrikkelijk mooie omgeving. Dus ik dacht, ik weet het niet. Maar wat is er zo spannend aan? Ja, ik moet natuurlijk de auto kwijt. En parkeren, is er een parkeerplek? Hoe gaat dat met opgeven? Aanmelden? Nog nooit eerder gedaan. En dan ben ik een kniezel. Dan kan ik tegenaan hikken. Ik zet door. En wat is nou het moeilijkste? Dat opgeven en dat auto parkeren of die hele tocht gaan lopen. Ik wil 20 kilometer gaan lopen. Maar ik ben echt benieuwd hoe dat gaat in een groep. Stel je voor, ik vind er niks aan. Dus. Maar heb ik een probleem? Ik ga daar niet heel veel vloggen. Niet van het publiek. Ik hou niet van het publiek. En al die oude paarden met een cameraatje. Dus dat ga ik niet doen. Ik zie wel. Bestemming bereikt. Ik ben 2 keer misgereden. Het zijn allemaal auto's hier. Ik ben niet de enigste. En ik rij gewoon achter de auto voor mij aan. En dan wijst het zich vanzelf. Komt goed. Nog één stukje filmen. Ik moet me hier inschrijven. Okay. Doe gewoon wat anderen ook doen. Ook hier verdwaal ik natuurlijk. Kan ik het rechte pad niet houden, want ik loop gezellig te kwekken met andere mensen en vertel vol trots dat ik de 20 doe. Nou, mevrouw, u loopt nu in de 7,5. Nou, dat is terug. Eerdere dag. Ja, dank je. Hoi, bedankt voor het mooie rin. Finish. Gehaald. En het muziek staat me op te wachten. Vanmorgen even lekker lui. En me nog even heerlijk rondhangen in mijn ochtendjas. Gisteren heb ik een tocht gelopen van 25 kilometer en ik ben helemaal blij en tevreden. Totaal geen spierpijn. Dat was wel wat anders eind juli. 1,5 kilometer lopen en 3 dagen spierpijn. Nou, ik heb de medaille alvast wel omgedaan. En hoe ik die gisteren in ontvangst heb mogen nemen, nou, was hartstikke leuk en hartverwarmend. Ja, ik ga hier heel officieel, dus ik vind het ook fantastisch dat ik dit heb gehaald. Dus ik krijg hier heel officieel de allereerste medaille in mijn handen. Ja, gefeliciteerd. Ja, ze kussen. Ja. En dan doen ze ook altijd even zo. Nou, bedankt. En nu Wilhelmus natuurlijk. Ja, ja. Wilhelmus. Wij doen wel even een applausje. Ja. Yay! Mooi, bedankt. Ik haal er mijn meeste vrienden achter.